tot 2 jaar geleden. Zo zijn ze vertrokken. De burgemeester heeft het startschot gelost, zijn aantal uit. En dan zit in de wagen als koersdirecteur Rob Discaar. Dan rijden we met Mathieu van der Poel door de Katelijnenstraat. Voor een tocht van bijna 200 kilometer. En je ziet al meteen wat nervositeit. Jongens die de vroege ontsnapping zoeken. Sibel Sebon is een team dat altijd wel graag een mannetje mee heeft. Een van de continentale ploegen aan de start. Ja, dat zijn natuurlijk... De eerste rechtstreekse beelden. Even tellen, we zien nog 6 leiders. We hadden er net nog 7. U ziet waar we zitten. Op goed 70 kilometer van de aankomst en verdwenen uit deze kopgroep is Guillaume Haag, een landgenoot. Hij is intussen al ingerekend door het eerste deel van het peloton. Een peloton dat volgt op iets meer dan een minuut. U ziet de samenstelling van de kopgroep. 6 renners, Jordi Meus, Jérôme Bonny, Kenneth van Bilzen, Mathieu van der Poel, Dries Lehaan. En dan is Jens Reinders de 6e naam in het gezelschap.
dat de renners toch op de kassei moeten rijden. Maar hier kunnen ze dus wel even profiteren van het makkelijker lopend gedeelte op de rechterkant van de weg, zoals u kan. Hier weer achteraan het peloton, jongens in de problemen. Ja, fantastisch spektakel in deze Elfstedenronde. Beetje Gent-Wevelgem toestanden, al is de wind natuurlijk niet zo strak of moordend als in 2015. Maar toch, kijk het hier uit elkaar spatten. Hier achteraan kijken we op de rug van Remy Merts van Lotto Soudal. Zit daar in het spoor van Cédric Rijmakers. En Van Aert verdedigt zijn titel van vorig jaar hier, met verve. Komt nu naar de kop van de groep achtervolgers. Dit is nog altijd niet de kop van de koers. Ze zijn op weg naar het groepje met Mathieu van der Poel. En dit tempo gaat dan natuurlijk niet al te lang meer duren. Die halve minuut. De vraag is nu, gaan ze hier wachten, gaan ze hier wat treuzelen, gaan ze hier wat naar elkaar kijken? Ik denk van niet. Je verwacht dat ze gewoon vol door gaan blijven rijden. Bonny zet zich op kop. Ja, bij Wanty Groep Cobert hebben ze met Van Kerspulk minstens één ijzer in het vuur dat het in een sprint kan afmaken. En ook de Haas dacht ik in deze groep gezien te hebben. Dus dat zit wel snor voor de mannen van Hilaire van der Schuren. Bonny al de hele dag in de ontsnapping, in de vroege ontsnapping. Nu gaat hij zich ontpoppen als meesterknecht. Hij reed ook een knappe dwars door het Hageland. Mooie wedstrijd was het ook trouwens. Over die onverharde wegen. Een beetje de Vlaamse Trop Brolion. Vanuit de lucht krijgen we een goed overzicht. Het verschil tussen groep 1 en 2. En groep 3 ziet u daar ook nog rijden. En eigenlijk is groep 3 dan intussen ook in tweeën gebroken. Een 3-4 en Ginder rijdt nog een groep 5. Dus dat is de eigenlijke situatie. Peloton in 5 grote groepen. Dit is achteraan peloton. Dan moet dit groep 5 zijn. Nelly Iserbiet sluit hier de rij. Nou, we kijken naar de motor die hier achter deze groep zit. Dat is niet de laatste groep dus met Iserbiet en co. Dit is groep 3 en 4. En groep 5 zit daar nog achter. En daar moet wat verschil tussen zitten, want de volgwagens zitten daar al tussen. Of toch een aantal. Dwars door Brugge koersen. Knal over de kasseien. Een lange kasseistrook. Een kilometer stenen die ons tenslotte op de meteen door zullen knallen. Krijgt dagelijks heel veel busverkeer te verwerken. ...meter van mijn slaapkamer. Niet dat dat veel belang heeft, maar goed. Alles bijeen krijgen we hier een kilometer stenen. Ze rijden eigenlijk in de tegenovergestelde richting van het dagelijkse verkeer. Als fietser kan je dit wel doen, maar dan aan de linkerkant van de weg op dit perspectief. En u ziet dat het een kasseistrook is die uit 3 straten bestaat. Hier komen ze dan even op het asfalt. En dat asfalt dat voelt dan eigenlijk lekker comfortabel aan. Na dat getokker op de stenen. Jacobsen vraagt om rond te draaien. Van Schip zit daar vooral te sterven in het wiel. Met zijn stuurtje. Maas. Kijkt achterom. Ja, dit zijn de achtervolgers dus, hè. De kop van de koers. Ze gaan zo meteen de markt overknallen. Van der Zande heeft zich op kop gezet. Zo meteen komt de Halletoren
in zicht. Daar, de Markt van Brugge. Ja, nog een serieuze chicane in het parcours gemaakt daar. Dus daar moet je nog even oppassen. Om de snelheid een beetje te minderen. Maar zo komen ze er goed langs. Van Kersbulk. Van der Zanden. Kloof je dan. In de Wolfstraat nu. Ja, aan een snelheid van, ik denk, dik 50 per uur. Over de stenen knallend. In deze 36e Euroshop Elfstedenrond. Zo meteen linksop. De Rozenhoutkaai. En dan gaan we naar de volgende kasseistrook. Die van de Lange Straat. Achtervolgers aan Punta Est, nu naar rechts de Lange Straat in. Klein verschil. Het is nog speelbaar, zeker als je weet wat er wacht in die lokale ronde, maar ja, dit is dan weer niet goed. Verbrokkeling die alleen maar groter wordt bij de achtervolgers. Van Schip daar nu weg in een poging om in de Lange Straat naar de leiders te rijden. Daar de kruispoort. Hier kwam Napoleon ooit doorgestapt. Hier kwamen de Duitsers Brugge binnen. Maar goed, nu zijn het de renners die Brugge langs daar verlaten. Dit is de laatste rechte lijn. Eerste passage aan de streep zit eraan te komen op de buitenkruisvest. Asgreen. Asgreen. Zij alleen maar achter de kant op de zijde in het vaart. Strandde toen net naast het podium voor eigen publiek. Dat wil hij vermijden vandaag. Maar u ziet dat het groepje daarachter ook zeker nog niet uit koers is. Dit is ja, de bende waarmee we de finale gaan rijden. Je kan verwachten dat dat allemaal nog samen gaat lopen. De leiders begonnen aan de eerste van drie lokale lussen. Dupont en Van Schip leiden de achtervolging. Hier hebben we de Buscheren met Wallais, met Van Aert, met wat rest van het peloton. Als hier organisatie komt, dan is die groep in principe in staat om nog in de spits van het gebeuren te verschijnen. Maar het gaat niet al te lang meer mogen duren, want ze krijgen wind en rotbanen te verduren zo meteen. Hoe feeriek en schilderachtig ze er ook mogen uitzien. Hier zit nog veel volk bij.
gaan richting Damse Vaart nu. Met dat peloton. Normaal nemen ze daar de rechterkant van de Damse Vaart, maar daar zijn nu wegenwerken. En dus gaan we hier even heel, heel even maar, een paar honderd... Met Jens Reinders als meest onbekende aanwezige. Hij zei vorig jaar in een interview dat hij op elk terrein zijn mannetje kan staan, maar eerder gemaakt is voor het klassieke werk. Op kasseien rijden en koersen, als er veel wind staat, daar hou ik wel van. Wel, dat heeft hij vandaag bewezen, ten overvloede. Trouwens ook een man die in een sprint met een klein groepje, Jens Reinders, wel aardig uit de voeten kan. Maar dan moet dit groepje om te beginnen voorop blijven en ook nog met z'n allen gaan sprinten, wat we eerlijk gezegd niet verwachten. Eén, dat voorop blijven, dat zou nog kunnen. Maar dat ze hier eenvoudigweg de sprint af. Eerste vaste camera met de kop van de koers. Die zo meteen weer de buitenkruisvest gaan opdraaien. Met Jacobsen. Ze zijn op weg naar de passage bij ons. Seconden hebben ze op hun dichtste belagers. 56 seconden hebben ze op het peloton. Ze zijn op de buitenkruisvest beland. We hebben de bocht naar rechts genomen en zitten in het beeld van de vaste camera. We gaan op weg dus naar in passage 2 ronde voor het einde. Nou, de voorsprong is er nog altijd. Bijna een halve minuut. De laatste rechte lijn is een meter of 400. Dat draait een klein beetje. Maar eigenlijk de buitenkruisvest opfietsen, dat is een halve kilometer. Het is nog een eind. Laat u dus gerust horen voor deze jongens die aan de voorlaatste ronde beginnen. Two laps to go. De Sonateur doet er af aan. Met Robert Dupont, met Keukenleren, met Pieter Serri, met Fabio Jacobsen en de andere kopgroep. Met Tos van der Zand als laatste. Op die manier in die volgorde. Cofidis heeft, als we even kijken naar hun opstelling, een aantal snelle mannen. Ze zijn ook al iemand kwijtgespeeld eerder op de dag. Chetou kwam vrij vroeg in de wedstrijd ten val en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Loïc Chetou. Ze hebben daar met Soep een snelle man. Ze hebben daar uiteraard met Van Lerp. De redders op weg zijn naar de streep die hun aanvals mogen maken vanuit de troon. Want het is geen Bouhanni. Maar is de snelheid van Bouhanni niet altijd zaligmakend. Alhoewel Laporte daar misschien een andere mening over heeft. Ook een ploegmakker bij Cofidis. Maar we wijken af. Twee koersuren net onder de 45 konden noteren. Tweede passage in de Kerkstraat van Damme. Met Van Kersbulk die er de pace oplegt.
het peloton eraan begonnen. Er niet bij, maar ik vermoed dat hij toch onderuitgezakt in de zetel ligt nu. We gunnen het hem. We zitten opnieuw op de buitenkruisvest. Met de 9. Ja, 15 kilometer. Dupont. Ja, de snelle mannen zijn zich hier natuurlijk ook aan het uitputten in een poging om. Ja, en op het moment dat een kopgroep zo begint te koersen, dan weet je dat hier eigenlijk het kalf aan het verdrinken is. Dat draait niet meer rond. Dat is één renner die dan een moedige poging onderneemt. Guillaume van Kersbroek, maar dan moet hij een... Vitalconcept heeft natuurlijk met Boekman zijn snelle man in de rangen. Zij mikken op hem. 30 seconden. Dan hoor ik wedstrijdspeaker Nico de Muiter roepen. U zag de Vrezen in de trui van de Belgische nationale ploeg. Laurens de Vrezen. In het dagelijkse leven bij Astana. Op naar de Damse Vaart opnieuw. Intussen wordt er op veel fronten gekoerst. In La Route d'Occitanie, dat is de vroegere Route du Sud, is de vierde etappe naar La Casse-Bestede-Ronde een zeer geslaagde editie is. Met koersen op leven en dood. Er is serieus wat afgevlamd. Met z'n drieën nu nog. Keukelaire, Van Kersbulk en Jacobsen. En Sterry wil er opnieuw naartoe. Ja, wat gaan de laatste stenen, de laatste lange stenen zullen we maar zeggen, van de Brieversweg teweeg brengen? Van Aert wordt in stelling gebracht en groepjes die daar ook achter in het peloton van plan om de massasprint af te wachten. Dit is het volle pond geven, dit is alle registers opentrekken. Zit daar nu wel even aan zijn fiets te kijken. Heeft pech, materiaalpech voor de wereldkampioen veldrijden Wout van Aert met een mechanisch probleem waardoor hij zo goed als zeker kansloos is in deze wedstrijd. Ja, niet te geloven. Bij de laatste kasseistrook Wout van Aert met de pech van de dag. Hij wou iets proberen en dan is het nu de Vrezen die gaat. En hij staat helemaal stil, moet wachten op een fiets, zit te voeteren, te sakkeren. Ja, je zou voor minder... Naar de volgende van de laatste kilometer toe. Brievers weg. Maar het is niet anders. Van Aert had er 6 trainingsweken op zitten. Zat tot 2 dagen geleden nog in Toscane. Hij is er niet bij om hier mee te sprinten. We krijgen dus een nieuwe winnaar van de Elfstede. In het zicht van de vaste camera, de sprint naar de buitenkruisvest. Een sprint voor de sprint. Wordt Dupont daar nog altijd uitstekend gemend? Denk het wel. Dupont, gegang maakt door Guillaume van Kersbulk en een val. Een val daar in de achtergrond. Man of 3 bij betrokken. Maar de sprint wordt er blijkbaar niet door beïnvloed. Gebeurde achteraan in het peloton. Laatste halve kilometer aan de gang. Nog altijd Guillaume van Kersbulk met berenwerk voor Timothy Dupont. Maar ook Del Tombe lijkt me daar goed te zitten. Of is het een andere renner van Sport Vlaanderen-Baloise? Moeilijk te zeggen. Wie hier... We zijn op weg.
Blight. Ja. Ja, wat Van der Poel probeerde was de sprint aantrekken natuurlijk. Voor wie? Dat moet ik dan even herbekijken. En daar zat zo serieus wat op bij Van der Poel. Wat is het? En wie deze Euroshot is dit over de overwinning. En op de derde plaats is het nummer van het podium. De Brit, de Nederlander en de Fransman. Momenteel is gehaald. Want deze ontzettend als derde is het verdict van de massasprint die we gekregen hebben.